So, good evening. Hello, YouTube. Liebe YouTube, liebe Freunde. Sadly, last Tuesday, after having battled cancer since 2017, Sabine Smits has died at the age of 51. It all started when she was 17. She borrowed her mother's car and she went on to the Nordschleife. And without knowing, of course. And that started a very colorful racing career. She became a Nordschleife tourist attraction on her own, lapping the ring in a BMW ring taxi, taking passengers along the track, often sideways. But in racing she was also very, very successful. She won the 24 hours of the Nürburgring two times, in 1996 and 1997, being also ninth in 2011 and sixth in 2012. And after that she became two times World Tour car championship. She won it in 2015 and 2016. I never met her, unfortunately. I loved everything she did on track, whether it was driving a GT3 from her team, the Fricadelli Porsche team, or the BMW ring taxi, or the Ford Transit, the famous episode from Top Gear. She always had to go on to the limit. Fast wasn't fast enough for Sabine. She was, and forever will be, the queen of the Nordschleife. A legend. Tonight, we want to honor her with trying our best with that same Ford Transit, obviously in virtual reality, with Assetto Corsa. And as you can see, a couple of guys are already on the server, and we're gonna join them. And we're gonna do our best, and try to go as fast as possible on the ring, Sabine. Hey, Jason. There it is, guys. The Ford Transit. Oh. Hey, watch the fate. Okie dokie. Let's put in some fuel. We have two gearings. I tried them both. We did some practice yesterday. Yeah, I think this default one is the best. I have no clue what the best tire pressures are. The fuel, well, it does not take a lot of fuel. So I don't know. We can do 30 liters and do whole evening, I guess. It has traction control and ABS. Traction control, well, you could do without. Hey, avond. Even een rondje doen. Jazeker.
De rest zit in een andere chat omdat er ook wat Sri-rijders bij zitten. Waar is die chat aan? Dat is een goeie, Arwin die zei dat net. Maar van SRHI dan? Ik weet niet of ze bij hun op de chat zitten of weer op een aparte, even aan Arwin vragen. Nou, ik weet niet of jij dat kan doen, ik ben aan het streamen. Ja, ik heb het al gevraagd. So, this is the transit. I put up some widgets just to see how it really works with a turbo. It has a turbo. Not that you notice it that much. Without turbo you wouldn't probably even be able to get up to the hill. Yeah, it's just hot lapping, no race. No race is possible with the Touristenfahrten layout, obviously. You don't have a real starting grid. It's the mod is awesome, it looks great. Wat zeg je, rondje doen of? Jazeker, jazeker. Scheuren met die handel. Even zien, ik zag nog een auto toch of niet? Ja, dus, oh, er staan nog meer. Ja, veel meer staan op de baan te wachten. Oh, it's a little different from what I'm used to, obviously. It's very wide and very slow. You have to shift gears very early. I'm really watching the turbo gauge. The mirrors are crap. There is somebody behind me. I'm looking in a mirror now. It's quite difficult to see which gear is the best to go uphill because it drops dead anyway. Whatever gear you choose, it will drop. It will drop down. Foutje. Zo haal je hem niet in 10 minuten 8 seconden. Ik was aan het uitleggen waarom je niet te vroeg moet terugschakelen. Go, go, go. Clean me. I forgot to program the how do you call the thing, the klaxon, the how do you call it, whatever, the toot toot. So yeah, this won't be a record obviously, but we need to do some warm up first anyway. Racing stripes. It will go at least 3 km/h faster probably. You can take the curbs, it doesn't mind. Wil je voor? Oh, ik zit ik vind die voor jou. Volgens mij is dat Sander Zaagman die uit. Oh, Sandertje.
Oh ja, het is Sander. Mijn mate van Sander. Ik ben al wat rustiger aan het doen, zodat je in kunt halen. Juist, we komen eraan. So Sander actually drove on the Nordschleife with Sabine in the ring taxi, the BMW M5 V10. So I guess it's quite emotional for him as well. What the f... You should not shift down too early. I disengaged the traction control, but perhaps that's not the best idea. Not sure what really is happening. We're gonna do our best. Next round will be probably better. Well, we're here to honor Sabine. We're trying to do our best, but yeah. On the other side is just also having fun. Sabine was all about having fun. So, I guess you wouldn't mind. Let me see how it does this one. Yeah, no problem. So yeah, RSR has some live timings for this track and this car, this van. The record is an 8 minute 55. Well, that's somehow obviously not valid. It's probably with a different engine file, with 300 horsepower or something. It cannot be the original Transit van. That's just totally impossible. It is just so slow. When going uphill, it will drop totally dead. You're just waiting and checking your Facebook and chatting on WhatsApp and whatever, changing the music, because there is just no end to it. The higher you get, the slower it goes. Whoa! What the fuck? I did it again. This is terrible, guys. Yeah, I probably should concentrate more. Dan gaan we weer. Is it all in Team Rocket? Ken je dat? Ja. Maar ja, daar kan niet iedereen in, toch? Nee, maar het gros van die nu aanwezig zijn wel. En daar ben ik ook net voor uitgenodigd. Maar jij kunt er ook in? Nu wel, ja. Oh, oké. Nou, gaan we daar even heen. So, we're gonna switch this card channel. Goedenavond. Hey, goedenavond. That's more. Waar zijn jullie? Ergens. Ik ben. Je ging gewoon over het gras. Ik ben net Adana voorbij. Oh, kijk waar hij eens achteruit kan. Zijn er nog meer mensen die hier de bochtnamen kennen? Ik ken er wel een paar, maar niet allemaal. Je kunt dat aanzetten natuurlijk, hè? Dan kun je doen alsof ken je ze allemaal. Oh, dit is wel nice. In VR werkt het gewoon met je hoofd uit het raam naar achter rijden. Ja! Je kan er ook naast je stoel gaan staan. Hè? Welkom in VR. Dat is wel vet. Naast je stoel gaan staan werkt dat ook gewoon, ja? Ja. Dat blaast er altijd in zijn stream. Ja, Ace Ventura. Ja. Oh, track description. Wie raakte mij? De arm. Oh. There's time enough to change it. Net te laat. Jammer joh. Jammer joh. So, track description, come on.
This is, was het this corner of the previous corner? We zijn tot nu toe 13 minuten bezig om tot de kilometer 15 te komen, dus. Hij is zo langzaam. Maar misschien dat het niet alleen door de snelheid van de bus komt. Nee. Kesseltjen. Oh, daar gaat ook iemand dwars. Gele vlag. So we're gonna finish this lap and then we're gonna do our best. Oh ja, dankjewel. Increase or decrease our lap time, actually. So 104 flat out in the fourth. You can go fifth. It's not really making much difference. Speedback wat lager zetten. Dat is helemaal niet chill. Ja, die staat best hoog in deze auto. Is vrij. Let me try. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. You can do it. No, it can't. Come on. Come on. Woo! 106. Woohoo! 106. Woo! Fast corner, fast corner. Woo! Break. Waar blijf je, man? Ja, ik heb jou alweer in het vizier. Yes, yes, yes. Oeh. Oh, nee. Keep it forward. Wow, dat scheelde heel weinig. Ja, dat vermoed ik al. Sandra is still in front of me. Nice. Maar nee, dat is Richard van Theewijk bij me. Ja, maar die rijdt vlak achter ons, dus dan ben je er wel bijna. So as you can hear, it's a Dutch initiative. Ah, je moet hier zo mooi dat curbje pakken. We're all Dutchies. Ja, dat moet. Oké, zo voor een keer de standaard. Je kan ook gewoon het gras pakken daar. Sowieso. Maakt toch niks uit in deze auto. Je moet wel hier en toe, hè? Ja, dat deed Jimmy wel, of nee, iemand anders die deed dat ook, die was ook aan het, ja. Jimmy deed dat volgens mij, ja. Chris Hay, die was heel erg aan het, aan het heel en toe, ja. Maar die, wat had hij, 33, 29, oh, nee. Je moet ook eigenlijk helemaal niet remmen, dat is het probleem. Het liefst niet, nee. Maar ja, dan moet je dan wel de bocht halen, maar ding heeft best wel onderstuur. Ja, joh. Zie je? Gewoon verder sturen. Ja, je kan het stuur wel een stuk verder draaien dan in een GT. Best nog wel met sturen. Ik weet niet of dat veld wat. Als je niet van de baan gerost willen worden, moet je wel aangeven dat we dat niet moeten doen. Is er een skin waar dat achterop staat? Do not crash, do not butch. Skin touch this heet dat. Er staat wel iets met Cleamy of zo. Ja, Cleamy staat erachter. Maar je interpreteert dat altijd van ruim uit de weg. Ja, dat komt het toch? Ja, precies. Oh. Ik ga wel winnen, jongens. Ja, wij zitten straks allemaal in je draft, hè? En dan sta je opeens stil. Oh ja, dat is waar. Oh, hier is het eind al. Jeetje, zijn we al helemaal rond. Oh, je kan niet zo meteen knijter terecht door, hè? Nee, je moet even door het pit zijn. Of even je bandenspanning bijwerken. Ja? Aha. Waarom zou je bandenspanning bij me? Ja, mijn voorbanden zijn wel te hoog. Te hoog? Hoe kan dat? Ja, ik heb... Ik heb 48 wel. Voor. Is dat te hoog? Ja, ik ook. 48. Dat is eentje te hoog. 47. Dus, Oh shit. Dat ik heb 48. Dat is wel echt het verschil tussen deze 16 nog wat en een... Maar hebben jullie wel je camber gewoon vol uitgezet? Jongen. Ik heb gewoon mijn busje vol geladen met pakketjes. Ik ben gewoon gegaan. Daarom is mijn pakketje zo kapot. Ik vind entry ging niet zo goed. Voor. Je hebt ze zelf kapot gereden, ja. 16 minuten. Oeh, er is geen collision zo. Helaas. Ik zet je maar recht. Komt erin. Klooi. Klaas, hoeveel fuel heb je nodig voor een lap? 9 liter of zo? Of niet eens? 6? 9 liter? Ja, dat is niet normaal, joh. Dat is niet normaal. Zo min mogelijk mee, maar het moet wel snel zijn. Precies. Zou de toon nog uitmaken? Je moet wel die stopwatch uit die auto halen, hè? Want dat is extra gewicht. Oh ja. Oh shit, hij is uit. Nou, je zegt. Je moet je gears even naar de tweede set zetten, want je haalt nooit die 220. Nee, dat is een goed punt. Nou, maar je moet wel de koppel van je turbo gebruiken. Dus ik denk wel alsof die langere gear beter is. Of heb jij het getest? Je moet vroeg overschakelen. Maar... Ik denk wel dat die korte wel beter is, want we hebben niet hoger dan 130 gehaald of zo.
Hé, hey, maar jongens, moeten achterbanden wel ook een 47, 48 PSI zijn? Nee, die moeten meer zijn. Die moeten 63 wat zijn. Wat heb je met je camber gedaan, Yannick? Maximaal. Negatief. Op min 1? Ja, min 1.2. Oké, okay. En je tow? Ja, die staat gewoon op standaard op 11. Oké. Okay. Maar dat is wel raar, want aan de rechterkant is je dan positief en aan de linkerkant negatief. Wat? Dus, maar dat komt misschien dat je je scherm hebt of je stuur had gedraaid ofzo. Kom aan, kom aan. Oh, dat zou kunnen. Zoals een echte Ford Metaan, wil je? Ja, precies. Hallo! Hallo! We met z'n allen hier tegelijk beginnen. Dan never knew that was a... Oh, screenshot, screenshot. Oh, is goed. Nee, ja, Anthony, waarom nodigen we jou uit oud? Überhaupt uit. Waarom nodigen jou uit? Ja, het is Sabine Schmitz, hè. We moeten een beetje Duits praten. Waarom nodigen we jou oud? Oud, ja. Wij deze busje dan ook LPG als we Duits... Hey, ik stream wel, hè? Oh ja. Moet wel zo gedragen. Ja, een beetje wel. Jij hebt het toch niet gemonetized, toch? Nee. Dat kwam. Kijk, zijn we al compleet? Zo. Nee, Klaas. En Jason, waar ben jij? Ik ben in de pits. Klaas hebben, dan kunnen we, achter iemand aanrijden. Ik ben ook ik heb ook mij aanrijden. We gaan een soort bump draft doen, zo de hele circuit lang. Ja, maar niet eraf rijden. Nee, de voorste die krijgt dan een ziek goede tijd. Oké, gaan we al? Nee, ik doe even een Wat? Op Klaas wachten. Hebben we goede tips voor de setup? Ja, negatieve camber. Die negatieve camber die helpt vast. Komt die dan? Luister. Nou, we gaan rijden jongens. Waar zijn jullie dan? Nog gewoon die achterbanden niet warm, hè? Holy shit. Oh, pit exit. Ja, ik kom eraan. Ik ga door de slagboom. Ik moet even mijn app laten zien. Even mijn app laten scannen. Oh ja, even die zo. Barcode inderdaad. Maar die banden is groen, joh. Ik sta hier al 2 minuten te puren. There we go, there we go. Nou, het helemaal niet, gast. Oh, jawel, huh? Ja, hij doet wel wat roken. Hoe doe je dat? Heb je een handrem? 80, 83, nee. Ik doe heel toe. Wie staan er nog in de pit? Mijn bandjes zijn groen. We kunnen nu, jongens. Ja, goede start. Oh. Zijn we los? Oh, kijk daar, joh. Ik heb wel een aanloop. Ik heb een aanloop. Zal ik doorgaan? Ja, is goed. Kom op, FedEx. Goed. Nee. Gaan we voor positie of voor tijd? Kijk er nog warme banden staan, jongen. Aaron. Allebei. Tijd. Okay, in principe is nu tijd hetzelfde als positie. Ongeveer. Dat is waar. Waarom? Hé, mijn stopwatch loopt niet opnieuw. Dat is goed. Oh, I forgot to turn on the stopwatch. Oh ja, nu loopt het wel weer, ja. Oh nee, hoe kan dit? We're gonna bump draft, ja, guys. Is dat niet? If anybody slows down, we're gonna bump him. Trying to improve lap time. This is going to be. This is so not going to work. Oh, hij zal dit nu al invalid. Ben jij invalid? Ja. Ongleamy. Maar het gas raakt toch wel in. Yes, first bump. Nee, ik was wel off track. Ging op het gas. Een beetje onderstuur turbo opvoeren. Beetje op het gas om dat onderstuur op te heffen, weet je. So are we now racing or slipstreaming? Hier remmen? Nee. Nee, hier kan because je you cannot overtake. Oh, we go faster. Whoa. It works. Hey, het werkt. Pump draften. Wow. Is dit een 4 of een 3, Armin? Maar ik ben zeker geen expert. He crashed al. Ja, je mag wel een beetje de curbs afsnijden. Oh, shit. Ja, dat kan prima in deze auto. Ja, ik heb maar. Lekker zacht. Oh, this is hilarious. Maar ik ben nog fel in, dat ga ik wel proberen te houden. Beuk hem eraf. There we go, vloekplaats. Jongens, oppassen dat hij niet loskomt, hè? Er zit een bubbeltje daar, hè? Oh, ja. Daar lukt Arwen al de pakketjes mee. Vloekplaats, there we go. We go, go flying. Je neemt de verkeerde lijn, Arwen. Hey, we kunnen beter die ambulancebusjes pakken. Ja, die zijn geen sneller. Oh, there we go, there we go. Who's that? Daan Lansen. Die baan gaat. Daan, ik ga jou duwen, hoor. Ja, dat mag. Komt-ie. Dat was 5, nu ga ik naar de 6. Kom op jong, rijden. Kes. Doe maar.
Doe maar, ik heb een warme achterbandje. Ja. Wat voor gearset heb jij, Arwin? Ik heb de lange. Lange. Ik heb de lange. Ja, ik heb de korte. Dan is die lange toch sneller. Ik heb ook een korte. Die lange is toch beter inderdaad, ja. Oh, nee. Hij rent te laat. Rokende bandjes. Invalid. Kak. Hop. There we go. Wie staat daar? Ga je mij nu bumpen? Nee. Nee. Oh, what the fuck? Ik rijd gewoon door hoor. Hé, maar lekker toch gewoon bellen. Ja, strijd, ja, strijd. Justice is served. Oh god, there's somebody coming. Come on, come on, do it! Oh, ik weet nog waarom ik net zo vol recht doorging. Ik heb ABS uitgezet. Ja. Now we're lost. Ja, op dat randje rennen. I will never overtake them now. Ik gewoon vol gas in de rem. Ja, dat zei ik. Ik ben een mooie elf neer. Come on. Ja, ik loop zo'n Chromecast. Nee, dat kan niet, dat kan niet. It's already invalid. Shit. Schade. Yes, I see someone. Zijn er nog mensen alleen achtergebleven in de fastlane chat? Geen idee. Bier. Bier. Ik zal op, joh. Oh, ik straks nog qualifyen. Voor wat? Je laat me morgen. Oh. Ik kan ook wel doen, sure. Nee. Okay. Jij mag bier drinken, dat ben je goed. Yeah, doen. I see too. I see too, guys. Come on. True. Sad, but true. Ah, ik kan me erger dingen voorstellen. Oh, die breakbars, joh. Oh ja, dat zal het zijn. Oh, kut. Nee, nee, nee. Kut. Ik ga de andere kant op. Heb je je div wel goed staan? Nee, dat is wel niet te veel koos, hè? Oh, nice. Oh, wat een drift. Thanks. Holy shit. Thanks, man. Perfecte plek. Die was echt nice. Die was heel mooi. Mr. Sideways. Kijk, daar staat daar voor de volgende ronde. Wow. Turn. Come on. Langzaam maar eigenlijk hierin. We're getting closer, Mr. Sideways. Wie is Mr. Sideways? Dat is Aaron. Ak. Dat wil ik nog wel zien, Sideways, met dat busje. Ah, dat gaat best wel. Arwin deed dat heel mooi. Ja. There we go. Come on. Precies zo goed. Come on. Oké, langere gear is volgens mij wel sneller, ja. Kom op, Aaron. Ja, daar ben ik niet. Mr. Sideways. Ik speel wel op Aarons computer, maar dat maakt niet uit. Jeetje. Wacht dan in ieder geval even op je eigen Discord. Oh ja. Dit is wel heel mooi. Ja, hallo. Ik zie Aaron staan linksboven in mijn scherm, dus vanaf nu ben jij Aaron. Okay. Nou ja, begin met A, hetzelfde. Ik hoor sowieso het verschil al amper. Now we have a slipstream, so we might actually go faster. Twee Brabo's. Twee van die trokken Brabo's. Ook zo dan nou in. Maar je zegt dat het niet waar is. Ja. Ik heb de slipstream, ik ga al harder. Ja, dat klopt. Wel één kilometer. There we go. Ja, daar rij je in z'n 4 of in z'n 5 hier. Ja, ik was net in z'n 5, maar ik heb nu teruggeschakeld naar z'n 4 en dat was een slecht idee, want ja, ik ga nu toch steeds langzamer. Ik zit ik vast nu net, op 100. Ik ben nu 99. Omslagpunt is ongeveer bij 100. We are faster. I bumped in and I'm still faster. Okay. Ja, deze gearset is niet geweldig. Hey shit, nee. We kunnen niet met z'n 2 door die bocht, dat wordt niks. Nee? We gaan veel te hard. Het vervelend is ook gewoon dat de stuur aan de verkeerde kant. Ja, dat is het enige probleem. Oh ja, dat ook nog. Je hebt echt geen idee wat er links van je gebeurt. En die auto is ook super breed natuurlijk. Wie overtook hem? Nou, Mr. Sideways heb ik ingehaald. Die had de categorie. Q2.
Gearing? Gearing. Nee joh. Die heeft een kort gering. Of hij heeft te veel kraten bier achterin. Nou, die zijn wel leeg, dus dat weegt niks. Een busje vol statiegeld. Wat vervoer jij? There we go. Lekker door de carousel. Come on, carousel. Oh, oh, perfect, joh. Dinges. Daar heb ik sowieso tijd gewonnen op de rest. Yes! Oh, nice. Heb ik nou wel race room dan? Daan Lensen. Hey, ik zie Daan. Ja, ik heb heel de pakketten gevonden. In de... Hoe ben je zo? Oh, dat is die andere gear set natuurlijk. Nou, onze setup is gewoon niet goed, hè? Ja, ik weet niet waarom je jou geluisterd. Ja, sorry, dat moet je ook nooit doen. Kan iemand makkelijk typen terwijl die rijdt? Ja hoor. Ik kan wel typen, maar ik weet niet wat het was. Ik van naar Tim typen dat het vraagt of het hotlap is van een race. Hotlap. Ja, dat weet ik, maar ik kan niet zo makkelijk typen terwijl ik rij, want mijn toetsenbord zit een beetje in de weg van het bestuur. Twist farten, ja prima. Ik vind het goed. Ik fart al heel dag. Yeah. Come on. Okay. Nee, dat heb ik getypt. Sideways. Oh, ik dacht sideways is de driften, maar sideways is gewoon op twee wielen. Ja, dat telt ook. Oh jee. Door, ja, ik ben met Tim aan het praten, jongen. Ja. Oh, come on. Shit, ik raakte de apex aan de binnenkant. Het gaat helemaal mis. Even een moment of fame in de YouTube corner. Ja, daar ging het wel bijna mis. En Arwin, oké. Kom op, Arwin, gas op, Lolly. Dit is echt zo'n clip trouwens van zo'n DHL. Ah, too wide. No. Met die armen stil. Maar rechts de voorbijklaat. Ja, even wachten, even geduld. Hop op. Oh, je lift! Yo. Ja, joh. Dat maakt je nooit meer goed. Maakt niet uit. There we go. Ik op het rechtstuk houden. Woehoe. Ik ken deze baan toch al niet. Oh ja, dat is ook zo, hè. Nou ja, we doen hem nou in slow motion. Dat moet lukken, Arwin. Dat is een goede manier om te leren. Je hebt wel heel veel tijd om te zien wat er voor je gaat gebeuren. Ja, niet veel. Tim gaat eerst nog even tussen. Moet je zeggen, nee, dat moet je niet doen, want je gaat toch weer zweten. Oh guys, this is so hilarious. Too bad you probably can't understand any word thing of it. Flik erop. Beetje doorrijden, joh. Ga ze op een lolly. Oh. Catman. Ja, sorry. Diepe. Ah, this is hilarious. Maakt niet uit, je saved. Ja, toch. Dit wordt een tijd, jongens. Holy shit. Ja, ik denk, maar hij is invalid van jou, toch? Ja, helaas. Man, I haven't had so much fun with wat zei je? Zit jij nog op een valid lap? Nee, ja, hartstikke valid. Punt af. Wie hem eraf reed dan, wat dacht je ervan? Hey, er staat een bandje achterop, niet harder dan 70. Ja, het is wel in miles per hour. Oh, optimist. Hoppa, wat heb ik? 11.08. Waarom is het valid? Best 11.08. Hij is wel valid, toch? Hij staat gewoon op drinken. Hij is bij mij staat niet op B-trekker. Nee, oh, B-trekker weet ik niet, maar wel. Alleen Klaas. Circus. Alleen Klaas en lap is valid. Nee, joh, mijn lap is niet valid. Ik slingshot je er wel even voorbij. Hoe heb jij een oude lap? Oude lap. Oh. Jezus. Wat denk jullie me... Oké. Okay. Nog even een setup aanpassen en toch weer de gear set. Ja, die andere gear. Niet vergeten te remmen straks. Dit is echt een drama. Net zoals Anthony daar doet. Nee, dit is Aaron. Let's do one for the real. Gast, hoe moeten wij dat nou weer weten? Ja, dat hoor je toch? Hey, lul. Nee. Okay. Oh, je toe aan de achterkant is inderdaad fokt op. Ah, ja. Bijna zo. Die staat scheef. Netjes. Zag je dat? Ik ook precies in de pit in. Ik maakte de 360 en ik rolde precies de pit in. Goud. Lekker. Je moet wel brandstof bij pakken, Arwin. Nee, dat hoeft niet. Je
Jawel man, dat moet wel. Je stuurt het recht. There we go. Wat zou je net tegen denk je? Wat kan je wel doen? Just to do one valid lap. Nou, nog een rondje nog maar. Gaat weer 40 euro. Ja, wacht even dan. Is dat kort voor ik moet naar huis man, avondklok, je weet toch. 35 man. Ah. Ja, maar ja, Aron zegt het kort voor is jongen. Dus hij wil gewoon rijden, oké. Ik ga nog wel rijden. Vieze hond. Alleen maar YouTube kijken. Vind je dat wel echt een handige plek? Ja, jullie nou meteen door allemaal? Nee. Ja? Nee. Ja? Ja, dan rijden er wel wat door. Klaas en Raymond. Ik doe even een serieuze poging. Nu heb ik gelijk schade. Nou, kan dit ding niet eventjes onder. Ja, ik had een dure loop gegeven. There we go. Oh, and I again forgot to turn on the... Ja, echt heel gezellig. Gelukkig. De stopwatch. Jammer dat je straks ook nog komt. Ja, dat klopt. Ik heb er ook spijt van. Gaan we American Truck Simulator doen? Nee. Ik ga gewoon Sims spelen. Wat? Sims. Gewoon Sims 3 of zo. Klaas was al weg, toch? Ja. Klaas is al weg. De rest staat nog te wachten. Ik zit alleen in de carousel. Nou, ja, joh. Even die bandjes verwarmen. Is de timer al, loopt die al van de baan dan? Nee. Nee, die begint onder dat beeldsignbord. Ah, oh, oké. Okay. Yo, Aaron. Hi. Yo. Kom je meedoen? Zo, we have a green time. Busje. Je staat tegen het hek aan. So komt hij vanzelf wel achter, joh. Ja, yeah, I believe fifth is faster, but... Start. Oh, jongens. Ja, je haalt toch wel in, Aaron. Jason staat achter op zijn busje. Ja, dat staat bij ons allemaal. Dat wou ik zeggen, voor mij hebben we dat allemaal, hoor. Wij ook. Ja. Ja, we ook. Echt? Waarom? Ja. Maar ja, omdat jij ook een vieze... Jij hebt ook een hele vieze bus. Een vieze peus. Vieze diesel. Oh, ik ben nu al bijna een seconde op mijn tijd. Oh ja, ik ook een half seconde al. 157. Op een vliegende start. Dit gaat niet in 58. 59. Woehoe. Dat is lekker zelf bepaald. Watch the braking, watch niet the braking. Ik wilde alleen maar mijn ervaring met je delen. Ik had een haak meteen weer. Come on. Joehoe. Of piepende bandjes. Ja. Een so my record, my personal best is a 10:28.9. Ik voel die draft wel werken hoor. Ja, ik mis de downforce wel joh. Aan de kant. You're the air. Nee! Ben je al in valid down? Shit! Nope. Ik wel. Ja, not sure if that was the fastest way to do it. Oh, ik ook. Wat een kutbaan. Ik bedoel, Ik pak de binnenkant. Ja hoor, doe maar. Ken je hem nou nog niet? Nee, ik heb al twee rondjes wel. Normaal lukt dat wel. Als je twee rondjes hebt, dan weet je wel ongeveer in elkaar steekt. Maar deze baan schijnt net iets langer te zijn. Ja, een paar kilometer. Ja, een paar minuten ook. Nice apex! Woehoe! Waarom ga je rechtdoor, Harvey? Ja, ik zal nog even wat meer mensen uitnodigen hier. Flat out. Ja, wee! Okay. Wie? Wat? Oh. Is het goed? Ja, anders moeten we Aaron gewoon even uitnodigen bij Fastlane. Maar ja, dat wil hij natuurlijk niet. Wie? Hè? Wat? Hongkong. Goed intelligent gesprek weer. Wie is Fastgate? Yes! Ja, zoiets had ik al gehad. Nice! Not all that bad. Ik
Kom maar. De banden roken. Next corner, you want to floor it, but you have to lift to get the front end in. Or is it the rear side out? I don't know. Come on, come on, come on, come on, come on. Woo-hoo. Oh, invalid. Bij wie? Jij toch? Nee, maar helemaal niet. Je ging vol door het gras helemaal. Ja, ja, maar hij is niet invalid. Nou, onthouden, onthouden. Ja, voor mij maakt het al niet meer uit, dus... Ik neem even een andere lijn, jongens. Het is gewoon een alternatief. Gewoon een eerlijk alternatief. Let's make sure we have a good exit. Woo! Yes! Nee, nice exit. Niet, dat is Daan. Nee, ik wou net zeggen. Good. Ah. Oh, this is new. Oh. Hey, mate. Not sure if that was a good decision to shift up. 160! Yes, it was! We're one. No, we're already down again. Come on! Come on, Torque! Come on, Torque! Ah, come on, you can do it! You probably can't, but I'm gonna say you can. Come on! Come on, come on, come on! Don't scrub the tires, don't scrub the tires, don't scrub the tires. Ooh, don't scrub the time. Ooh, don't scrub the time. Nee, niet alweer. Fuck. Yes, 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 yes. Weer in die bocht. Gaan jullie daar eens de 3 doorheen? Ja. Yeah. Ja, yeah, ik schakel op. There we go, 108. 109. Ik heb wel door, je moet deze heel hoog in versnelling houden, want... Ja, anders dan draait hij om, hè? Plus je hebt geen koppel. Je hebt koppel voor onderin. Er zit bij, wat is dat, 2000 toeren zit maximum koppel. Lekker. Yeeha! See that turbo gauge go? Turbo power. Ik voel me nou net zo vol. Ja. Heeft er al iemand een tijd gezet vanavond? Oh, ja, Daan. Ik had net een tijd, maar hij staat niet op de tracker. Nee, hij was niet valid. Oh. Maar hij was niet rood geworden. Maar dan is gewoon elke lap die waarbij je een botsing hebt, is niet valid. Nee, je moet ergens lang. Jij hebt toch wel ergens langs de baan ook gestaan. Maar de kleur van mijn ronde was niet rood. Nee, dat wordt hij ook niet. Oh, je bedoelt in die je wel trouwens. Bij mij is je wel rood inderdaad, ja. Is deze veilig of niet? Staat er bij jou best, staat er een best lap? Ja, er staat een best lap, ja. Oh ja, dan is het wel veilig. Mocht niet nemen. Yes, nice. Nice exit, nice exit. Wat was dat? Mies. Heeft hij weer even een lijntje gesnoven? Oh my god. Oh no! Oh. Fuck. Ah. Ik ga op dat rechte stuk, Jason, omhoog. Scheisse! Okay. It went so well. 4. Why did I do that? I was distracted. Oké, ook eens 5 proberen. Ah! Oh ja, dat werkt wel. Still, I'm gonna finish it. I wanna know what the time would have been. Ja, ik ging 100 en toen ik hem terug naar 5 schakelde, ging hij eerst meteen een stuk sneller. Of omhoog naar 5. No, not in the gravel, not in the gravel, not in the gravel, not in the gravel. Woohoohoohoo! Come on. There we go. Come on, Tark. Come on, Tark. Eindelijk een auto waarmee ik hem laag door de carousel kan zetten. Ja. Oh, gas zelfs.
Oh man, this whole lap went nice. Except for that one off track part. Well, maybe that one wasn't ideal. That's R9. I want to have turbo pressure before we go uphill. So a 10-10, 10-11. Yeah. So it's close. 10-15. 10-17. 10-20. Oh, this is close. Ah, 10-28-4. Oh. Invalid. Ah. Ah, één klein foutje. Eén klein foutje. Ja, ja, gewoon voor ergens een stuk afgesneden. Dus. Sst. Nee, nee, dan had ik een 59. Oh ja. Jason, je had er niks extra's nodig toch om te kunnen praten hier? Nee, nee, je had die invite gestuurd en die klikte ik aan. Dus dit kanaal is voor iedereen die, is die is zichtbaar. Ja, want dat hij in de chat zit. Dit, kom in het zand. Almost, almost. The turning circle of that thing is amazing. Ah, guys. 28.4. It would have been a new PB. Let's try again. Oh, wie staat er nog meer in de pits? Arwin, denk ik. Geen idee. Nee. Sander. I don't know. Bij wie trilt alles zo? Dat is mijn buttkicker. Oh, jeetje. Oh. Oeh, donut, donut, donut. Oh my gosh. I did a donut. I did a donut. Is goed, man. Ja? I broke. Ik kwam de pit uit en ik nam dat hekje iets te krap. Dus hij gooide minder rond. Man, ik deed gewoon een complete donut. Echt. Ik stond daar gewoon te draaien. Ja, je kan ook wel... Je kan ook wel echt driften met dit ding, hoor. Je moet een beetje een scandy flick doen, maar het kan wel. Let's go. Let's go. Wanneer is die ronde afgelopen als je de brug om doorrijdt? Ja, ja. Het begin van de Duttingen heuje. Oeh, ik ga die 49. Ja, dag Aaron. Serieus. Het sorry. Nou moet ik ook. There we go. Maar wel consistent, als ze maar 2,5 seconden langzamer dan de vorige. Drifting. Daan, ik kom je even een bum drafje geven, oké? Ja, is goed, kom maar. In VR is dat best wel fucking eng. Je denkt van, ah, het is maar een spelletje, ik doe dit gewoon. Alleen, als je dan snel erbij komt, dan is het toch van, oh shit, ik doe maar even mijn ogen dicht ofzo. Maar dat is toch niet nieuw voor jou, Daan? Welke van het? Doen we met GT3 ook altijd, hè Daan? Dit soort dingen doe je niet zo vaak. Oh. Ja, GT3 rijdt hij niet met VR. Yo. Hallo. GT3 niet, dit wel. Ja, want ACC, hè. ACC kan mij een beetje, ja. Nou, welkom to VR. Ik heb al 11.06. Ja, maar ik rijd veel sneller, alleen niet valid. Ook al een minuut daar stilstaan. Ja, ja. So I'm pretty convinced in the 5 it's faster. Wat zei je? Rij jij met of zonder ABS? Oh, met. Maar je moet eigenlijk niet remmen. Ja. Je moet eigenlijk bijna nergens remmen, inderdaad. De traction control kun je nog wel even over nadenken. Ja, die heb ik wel uitstaan, dat gaat prima hoor. Ja, dan grijpt hij wat minder in, hè, al die pk's. Ja, precies. dat is het. Gaan we weer verzamelen of is iedereen gewoon weer aan het rijden?
Ik ben onderweg. Volgens mij is hij aan het rijden. Ja, maar die doen oh, kut. Ik doe wat Klaas net zei, inderdaad. Ja, oeps. Wat? Ik raak ook het paaltje bij het bedekzit. Ik stond in één keer de andere kant op. Shit. Oké. Okay. Ik wil even een aanloopje nemen, dus ik weet niet hoe ver ik naar achter kan, maar... I have no clue how our time is doing. Ik heb gewoon mijn snelheid gehouden. Je kunt ook gewoon pit uit, gewoon linksaf eerst een aanloop nemen. Ja, dat ben ik nu. Ik ben weer naar achteruit aan het rijden. Even kijken, hoe ver kan ik? Oh, ik heb echt een tering in het vak. Ik ga er even echt voor zitten nu, jongens. Oh, nu wel. Oh, wat penalty. Ja. Kut. Jammer, joh. Ik reed te lang achteruit of zo. Ja, als in de verkeerde kant niet, op. Je mag niet te veel, inderdaad. Ben je nu controls locked? Voor 30 ja, seconden of zo? Nog 50 seconden. Oh, ja. Hoeren zo. Okay, there we go, guys. Wat helemaal niet. Flat out. Ik weet het nu al even bellen. Ik ben in de pit, wie is er nog mee rijden? Ik rijd er nu uit. Kallenhardt. Welke in de muis. Ah, kut, ik ben ook in verder. God. Is die antwoord nog niet weg, Aaron? Nee, die heeft scheid aan die regio. Hij heeft nog wel 10 minuten, dus kom wel goed, toch? Ja, maar het is ook 10 keer rijden. Wat? Jullie wonen toch allebei in Oost? Ja, man. Hè? Eh? Trying to keep the floor, the pedal floored. So we wie keep is the... Wie de pits nou? Turbo pressure up. Ik rijd nu het rechte stuk bijna. Oké, ja. Wacht even dan. Is goed. We moeten wel bump draften nou, anders is het niet leuk. Nice. Woehoe! Come on, I don't know, bridge. One keer nog een keer. I don't know, brugge. Ah, doe. Jullie zetten transit achterop. Yes. Oeh, nice. Ja, bij jou ook. Nice. Very nice. Oeh. 11 rond, honk. Ik ga gewoon verdedigen, hoor. Ja, zeker tijd, joh. Waarom ga jij zo hard? Ja man, geoefend. 3 rondjes. Eerste keer dat ik op deze baan rijd. Ja, ik moet bekennen, ik heb hier wel eens een paar keer een race op gereden, maar ik zou niet meer weten hoe die baan gaat. Ja, met de LMP deed jij mee toch? Oh, dat was nice as well. Keer in de pit oh, come on. Ja, precies. Het was je helemaal aan het zeiken. This has to be it. Maar misschien ook wel, maar meer om de baan dan op mijn eigen rijden. Ja, weet ik. Geen banen om te racen. Oh, helemaal niet met een LMP auto. Dat klopt. Toch hebben we het nog een keer gedaan. So I've been to the Nordschleife a couple of times. Along the track. And I did two laps myself with my Fiat Punto. Oh, Grande Punto. 1.4. 16V. Yep. 16V. Yes. And it was so slow. It was almost as slow as this. It's not a whole lot different. And then a Porsche GT2 RS from Apex Racing came flying around me with 230 or something ish around here. Man, that thing went like crazy. And I was like, "Wah!" It was so scary. When you're slow, it's perhaps just as scary on a track day than with a fast car. I don't know, it's terrifying. You have to be in the mirror all the time and you hope they see you and you still get surprised. Yes, nice, clean. Come on, baby. You can do it. Oh joh, 150. Ja. 160. Wat? Dan ga je vast naar beneden. What the fuck? Ik ging geen 160. Hoe ga jij 160? Ja, dat kan. Naar beneden doet hij 160.
Ik denk net 170 bij dat, wat is dat, na die eerste sector of zo? Let's keep in fourth gear. Beneden, zeg maar. Echt recht naar beneden. Ja, dat gaat flank. Ja. Op Zwedenkreuz, daar gaat het op. Ja, Zwedenkreuz, daar ga je het haast. Volgens ja, mij. Ja, maar ik ging er maar 155 of zo. Dat is een stuk recht naar beneden, toch? Heb jij de quarter gear dan? Nee, de lange. Nee, hij is aan het verdedigen. Oh, dat is het. Ik denk dat ik op het verkeerde moment schakel waarschijnlijk. Hier, 170! Jij hebt gewoon we have to do this good. Nee, ik ben net ook 170. Ja, what the fuck? Schakel ik op het verkeerde moment? Yes, yes, yes. Kom op. Ben jij dan, Yannick? Ja. Come on, be valid. Ja, standaard. Ja. So here we did it wrong. Let's stay on track now. Yes, we are. Ik kom door die camber, dan heb je meer vrij. Nou, ik heb meer camber op zitten, toch? Met minder, met meer camber heb je juist minder wrijving, hè? Ja, ja, dat is waar, ja. Eigenlijk moet dat ding gewoon op min 20 of zo. Yes, oeh, nice, nice. Oeh, stay on track, yes. Oh, woehoe. Kom op, kom op. Ja, je moet niet te hard remmen. Woehoe. Oh, so sad. We haven't got a clue what the time will be. Oeh, daar ga je. Jammer, jongen. Come on. Yes, yes, yes. Almost flat out. Almost flat out. Oeh, tiny, tiny, tiny lift. Oeh. Miss. Kut. Not sure if the 6 is the best gear for this part, but... Yeah, it is. 36, 37, 38, 39. Yeah, that you won't get that in the fifth gear. Come on. What then? Wait, wie achter mij rijdt, maar ga maar langs. Woohoo! Come on. Raymond, die zit hier niet in de chat. Oh, dat beuk ik hem. Doe maar. Come on, come on. Oeh, 9 minutes, 58. Oh, 10-7. 10-9. It's getting close again. 10-14. Come on, be a record. Come on, I don't want to shift. It will drop down then. Come on. 10 for 24. Woehoe! Yes! Woehoe! 10-26. Woehoe! Yes, baby! Woehoe! Damn. Ik ga hem de tank slapper geven. Woehoe! Voor die bocht. Hup, ik heb hem omgedraaid. And it's not registering! RSR, why is it not registering? Was it not valid then? What the hell? Gebruikt iemand van jullie die Essentials, zeg maar, dash ook? Ja. Bij welk streepje schakel je? Nou, ik heb die andere, ik heb die snelheidsmeter in beeld en dan heb je de turbobaan erbij. Ja, die heb ik dus niet. Dat is die normale toch, Klaas? Ja, die is gewoon in-game. Dat is gewoon in-game. Dat is gewoon een standaard ding. Dat is zo'n oranje streepje, toch? Hoe heet dat ding dan? Ja, ik ben aan het kijken. Gears. Gears, ja, precies, dat ding. Oh ja, precies, ja. Oh, waar zit hij dan? Ja, de gears. Ik heb tijd genoeg al tijdens het rijden om dat even te zoeken. Ja, joh, tuurlijk. Ja. Ik zit toch, hoe heet dat ding ook weer? Crap, why did it not register? I'm gonna check if it's valid. Give me a second. Klaas, wat was er trouwens bij jou dinsdag gebeurd? Dinsdag? Wat was er dinsdag? Racen. Je had mooie quali. Ja, ik had niet zo'n goede pitstop. Voor de rest ging het eigenlijk hartstikke goed. Maar mijn pitstop die was een beetje piep. Een beetje jammer. Ja, ik had hem niet geoefend en toen ik de pits inreed zag ik dat ik geen banden had geselecteerd, gek genoeg. Huh? Dus toen moest ik nog gauw bandjes selecteren, anders dan had ik nog een keer gaan moeten. Oh jee. Dus ja, toen lag ik 12e of zo. Uiteindelijk 9e over de streep, dacht ik. Mm-mm. Dus de eerste ronde al een keer verremd, dus toen werd ik al door 2 man ingehaald, door Daan onder andere. Mijn eerste mijn race zat er al op in bocht 1. Nee hoor. Yes. Ik werd Tom van der Meer die crasht best wel lijp.
En daar was ik slachtoffer van. Ah, dat is balen. Ja, balen. Ja, ach, kan gebeuren. Pakken wel terug in de endurance race. Een stop-go 30 geven, you. Ja, is goed, houd u. Nee, kan gebeuren. Hij ging best wel lijp inhalen daar, terwijl wij starten een beetje, was ik 15 of zo gekwalificeerd? En je zag echt gewoon 0,0 zag je daar, dus ik ging ook echt gewoon niet inhalen. Ja, was echt niks, jongen. Echt niks. Het was echt gewoon puur gok waar de eerste bocht was. There it is. Ik had het ook, ik had echt geen idee. Nee. That's it, 26-8. Ik was ook echt gewoon verrast eigenlijk dat er niemand tegen me aan was gereden, want ik had geen idee waar ik reed, waar op de baan. The other day. Yesterday, I did the 10.28.945. And it was valid in RSR, and it was invalid with Assetto Corsa and Lapstad. Now I am doing a 10.26.8, and it's valid in Assetto Corsa, and now it's not valid in RSR. But dang! Woohoo! Dang, what a time! Ronnie, you're up. You're up, man. Epic stuff. Let's go help the other guys. Nog best goed, toch? Ja, maar ja, dan moet ik echt op mijn Engels werken, jongen. En jij stopt dat halverwege een zin om dan na te denken hoe je de rest van de zin moest zeggen. Dat ja, precies. Ja, het was verder prima, hoor. Ach ja. Ah! No drift. Een keer lachen. Ja, precies. Hey, maar is het zo met RSR dat je per se twee ronden moet doen voordat hij eens een keer valid wordt of zo? Want hij was wel valid voor AC, maar niet voor RSR. Wat is RSR? Dat is die in-game, of die plug-in plop, die je times wacht. Dat is klop, 24, 25. Nee. Ah, kutzooi. Ik gebruik P-Tracker en die is gewoon. Oeh, dat is wel heel erg close aan. Holy shit. Oh. Hoe laat heb je quali, Nick? Hij duurt van 9 tot 3 s'nachts, dus ik heb geen haast. Ja. Omdat er ook Amerikanen meedoen. Voor welke server is dat? Welke community? LTC. Oké. Okay. Welke baan? Kielami. Let's try if it will drift. Ja, maar dan met de Audi, dat is wel beter. Ja, die Lambo's te wagen is toch zo. Ja, maar... Oh! Oeh, het wordt het. Not like that. Ah, 36, dat is wel echt langzaam. Holy shit, uniek joh. Wat is er? Ik ben gewoon de ene al langzaamste. In die hele server. In die hele trek. Wow, je ging door mijn heen. Man, what the fuck? Deze mod is een beetje raar volgens mij. Ja, volgens mij als je te hard tegen elkaar aanrijdt, zegt hij gewoon nope en dan. Maar ik heb een hek gevonden, ik kan wel gewoon achteruit rijden zonder penalty te krijgen. Als je achteruit het circuit doet, dan werkt het wel gewoon. Nee, want we zijn nu niet binnen het circuit. Nee, maar net kreeg ik ook een penalty toen ik niet onder de brug voor door was. Oh ja, dat is waar. I thought this gate was open. Hm? Hoe laat gaan jullie terug? I thought I was ik ga dus eerst nog even qualify zo able to get there. Ja, Armin? Ik ben in principe zo al klaar om te trekken. Ik ook. Nog een rondje? Nou, ben ik er even met z'n allen. Nog even bumdraften. Bumdraften. Ja, precies. Even bumdraften met z'n allen. Daar heb ik nog even een fotootje. Ja, niet weer eraf tetsen. Is er iemand die nog met een rondje bezig is? Maar niet. Nummertje 6, Raymond. Zo, bumdrafting. Ik ben het circuit achteruit aan het rijden, maar dat duurt wel echt tering lang. Volgens mij Mark en Raymond. Ja, voor mij kan niet heel serieus genomen worden. Ja, als iedereen even naar start komt, dan kunnen we even een screenshotje maken. Kan je hier ook zo rondvliegen, of niet? Jezus, dat vind je zelf dat met de camera? Niet dat ik weet. Daar die sportstrepen. Dat is Mark Ruben. Voor mij heeft Mark Ruben helemaal geen sportstrepen. Ik ben nu op het screen op. Oh. Die is helemaal aan de andere kant van de circuit. Ik sta nu weer in de pits. Yes, we have a drift! Ga jij naar links? Ik ga hier naar links.
Iemand draaide om de paaltje heen. Dat was Klaas. Klaas, ja, dat was Klaas weer. Klaas even een trucje voor zijn stream. Ik probeer een drift te doen, maar dat mislukt. Nee, dat gaat hier niet lukken. Oké, Bumdraft, dus dan gaan we hier zo allemaal achter elkaar staan. Hey, maar je moet wel een haal opnemen, jongens. Jullie staan niet allemaal stil. Dit kost tijd. We kunnen beter even achteruit rijden. Ik wil niet vooraan, jongens. We gaan niet voor de snelste tijd nu, hey, toch? Laten we gewoon een beetje klooien. Of gaan we echt Bumdraft proberen de tijd te verbeteren? Hey. Ah, ik wil het wel proberen. Lijkt maar wel. Dat kost me allemaal de Alphorce, man. Piep. Goed zo. Nee, stop. Ik zit vast in het hek. Nee. Oh, Daan staat daar. Ik dacht dat er nog iemand anders staat. Nee, jongens, nu sta ik voorop. Dat is niet de bedoeling. Want ik weet ik ken ja, deze joh, wie de fuck was dat dan? Jongen. Godver. Wat een lul. Tim, focus. Wacht, kunnen we niet gewoon een race voor positie doen nu? Gewoon het hele rondje. Gewoon met z'n allen tegelijk beginnen? Maar dan moeten we naast elkaar beginnen. Ja, allemaal naast elkaar beginnen? Ja. Ik heb wel al schade. Mag ik even mijn auto Nee, ik heb ook al schade. Zie je. Schade alsof je tijd mee verliest. Gassen met dat ding. 3, 2, Wacht, we zijn nog niet compleet. We zijn nog niet compleet. We zijn nog niet compleet. Nee. Nou, doe maar hoor. Doe maar. Ga maar. Raymond is al weg. Die zit niet hier in de voortje. Die komt er tussendoor zetten. Klik erop. Ja, ze vliegen dus echt op hun neer. Echt een mooi voorlangs. Ik had het zo mooi uitgekiet. Ik zag die op mijn, hoe heet dat, die Helio Corsa zo opeens zo'n blokje voorbij komen en ik, nou, nah, dat gaan we niet doen. Wanneer schrijven jullie dit ding trouwens? Ja joh. Ja, vroeg. Oh, ik dacht bij de 3000. Zo, now we have to do an overtaking. Het was een race. Oeh. For position, a race for position. Oh, this is going to be... Opnieuw starten, herstart. Futile. Ja, ik denk wel. Herstart, jongens. Harmony Apple, dat gaat toch niet. Dat gaat Nee, Raymond rijdt voorop. Maar die zit ook niet in de voice chat. Dus als we nu stoppen... Gast! Jezus, gast. Ik zie jou net Daan eraf rijden. Nee, Daan reed zichzelf eraf op mij. Ik zat niks van hem. Ja. Je stuurde duidelijk in. Je stuurde in een gat waar geen gat was. We reden de hele tijd naast elkaar. Weer zo'n Senna, ja, hoor. Praatjes hoor. Het is een Senna. Nou, ik heb er alweer twee in gehaald. Tim, zet je niet even achterstevoren. Ik krijg 5 euro van. Maar dan moet ik hem wel inhalen. Ik ben niet meer één. Jeega! Dat kan jij wel. Jij bent ook Noordslijfkoning. Mark Ruben. Ja, ik heb nog nooit in de ding gereden. Maakt niet uit. Jij hebt wel een dikke Dodge Viper streep op je. Ja, wacht maar. Dit moet lukken. Wat een gelaai, hè. We're gonna win this one, guys. We started at the back and we're gonna win this one. Vlak voor de... God, ik weet het toch allemaal niet. Yes. Oh, oké. Vlak bij vloekplaats inmiddels. Stutters, we have stutters. Nee, nee. Dat is het geluid van een Ford Transit die sterft. Doe neer nu. We're still alive. Van deze uit is dat hij gewoon zulke zachte vering heeft dat je van al die hoge kurven. Ah, je kan ook gewoon over het gras rijden, dat maakt niet uit. Ja, precies. Je spint niet ofzo. Nee. Dank je. Slipstream. Zet hem dan bij de volgende bocht even zijwaarts. Krijg je 5 euro van me klaar. Wat zei je? 5 gulden? Ja, hoor, ook 5 eurotjes. Gulders heb ik vast ook nog wel. Vertrouw je niet. Ik geef je een slipstream. Ja, thanks. Yannick. Oh, vol gas in de bocht. Ah, ik was de hele tijd net te vroeg aan het schakelen. Vandaar dat ik zo lang A 10-26 guys, that's not bad. That's not bad. 3 seconds off of Sabino time. 3 seconds, 3 full seconds. Ik kon Klaas net de bocht in zien rijden en die zit 12 seconden voor me. Je zit wel echt op de troon op in het ding. Nou, 40 euro. Die gaat eruit, Arwin. Zo, who's next? Arwin. Hey Arwin, jij bent de volgende, jongen. Ja, dat weet ik. Hoe maar eraf. 168. 169. Nice. Hoe dan?
Ja, vol gas naar beneden in de 6, ja. Het 6, ja, hè? Ja, bij mij gaat hij maar naar 164 of zo. Ik rij 170. Net we hebben ook schade, Yannick. Ja, het is altijd die schade, ja, verdomme. ik ga slipstreamen. Oh, rally, je rally, rally, zo voor nog schat. There we go. Nee, helemaal niet. Je hebt niks te zien. Zeker. So I think the collateral damage wordt. Heb je vol kennis? Nee, dat is een van de piek en niet net door die bocht ging. Ah, dat gaat prima. Oh ja, ik ga hem pakken. Geen onder de bocht. Oh, shit. Geen grip. Driffy. Oh. Mooie drift. Oeh. Ja, gewoon met de vang heel recht gezet. Net als ik help je weer op gang. Oeh, en almost flew off myself. Je ziet geen bal achter zo'n ding. Ik heb echt ook wel daar last van. Maar eigenlijk moeten we straks als echt. Jongens, dus even rustig zijn, joh. Ik doe met alleen met de telefoon in ons klauwen. Ja. Dames. Oh. Hallo. Dag. Ja. Dikke trip. Staat dat op stream, Klaas? Jazeker. Nice. DHL-busje, hè? Ja, die is berucht. Ja, die kunnen dat wel. Dit is gewoon jouw eigen bus, toch? Ja, zeker weten. Voor in de avonduurtjes, maar nu echt. Ik kan niet veel harder. We zijn nog met de DL-bus. Ja. Oh, je boost zakt weg op een gegeven moment hoog in de toer. Ja, dan moet je voor die tijd schakelen, inderdaad. I see the other ones. Oh. We're getting closer. Als ik nu een flesje hard, dan zou ik je flesje hard winnen, weet je dat even. Helemaal niks. Gewoon de lamp aan en uitzetten, dat is hoe ik het doe. Ja, ik heb daar ook geen knop voor. Oh. Dus ik weet hem niet. Ik zal er vast wel ergens een hebben hoor. Maar... Oh, op de bus staat achterop gewoon clean me in de. Oh, yep. Ja. Hoppa, met 90 km per uur inhalen. Ja. Mooi ook hoe die busjes zo bounce over die curbs. Als je dan in de achteruit kijkt, hoort ook de motor, hoor je zo wap. Wat aan problemen voor was mijn vrouw. Probleem? Ja, weet ik veel, hij is weg. Ja, het geen zin meer in dit, maar hij komt zo weer terug. Ja, hij wou wel gaan trekken. Oeh, daar gaan twee zij aan zij. Tim en Raymond. Ja. Stonden jullie achter tevoren met z'n tweeën? Nee, we waren gewoon aan het inhalen. Maar dat duurt wel even, zeg maar. Hoe hard ga jij nu, Arwin? 116. In z'n 5? Ja. Maar nu ga ik nog maar 110. Bij mij gaat het echt helemaal... 16 in z'n 6. 105. Ga je maar even duwen dan? Echt voor geen meter bij mij, man. Ga jij niet zo hard dan? Ik ga 108 nee. Nu. Nee, 102. Oké, 98 nu. Maar Klaas gaat net zo hard als ik. Ja, dat komt door mijn schade dan. Krijg je 102 in de 5. 101. Dat komt door mijn schade. Het moet wel. Waarom zou ik anders langzamer gaan? Misschien ben je gewoon niet zwaarder dan wij. Hoeveel peut heb je erin? Heb je er 90 liter in? Ik heb er 10 liter in zitten. Zo. Is de peut op? Nee. Nee, jij zei, je hebt maar 6 liter nodig. Dus ik dacht, maar... Ik neem voor een rondje met een beetje. Ik heb hem goed volgd, denk ik. Ik moet straks nog een paar daken bedekken. Met de vlam in de pijp. Ja, brandstof is hier toch goedkoop. Scheur ik door mijn brennerpes. Hé, hey, wie zet even Henk Weijgaard op, jongens? Zeker niet. Even een job, doet hij echt niks aan ding. Ik zie die Klaas ook door die bocht heen bouncen, joh. Alsof hij de baan kent. Nee, joh. Klaas, kon je ook een keer meedrukken, of niet? Ja, dan moet ik dat spel eerst wel hebben, dus. Oh, dat heb je niet, oké. Okay. Ik ga gewoon in VR hoor. Klinkt alleen wel moeilijk bier dan misschien. Nou, gewoon met een flesje kom je een heel eind hoor. Ja, precies. En niet gewoon zo'n flesje aan je hand vasttapen. Met een rietje. Nee, maar ik heb een bierholder hè, op mijn rik. Oh, kijk. Je haalt toch een bierhouder op je rik. Ja, zeker. Maar ja, als je in VR een beetje moet grijpen de hele tijd, dan gaat dat wel eens een keer mis misschien. Tim N. Oeh, that's the ringmeister. Oh,
dit is pas slipstream. Ja, ja, ja. Tim N is de ringmeister, so if we can overtake Tim. Ja, ik probeer Armin bij te houden. Ja, maar ik probeer Armin bij te houden. Jongens, blijf nou rijden. Kleine blokkage. Tim, jongen. Tim. Ik zet hem op de weg, was aan de eerste plek. Echt ook. Nee! Noord-Slijverbeke. Ach. Achtung. De ding is stom. Geef hem de tuk. Bedankt voor de tik. Stopt ook gewoon niet meer dit ding, hè, als hij helemaal glijdt. Nee, dat klopt, ja. I like this this part in the fifth gear. Ja, ik ben weer. Computer helpt. Ja, ons pedalen blijven. Ja. That was flat out. Praat om motortjes. Nog nooit gehad eigenlijk. Heb je Fenelabs? Ja. We hebben aan dus wel vaak, want Fenelabs en AC, dan blijft die van hangen. Ja, ik gebruik sowieso die trimmotors nooit. Nee, ik heb het voor mij erop genoeg. Alleen maar gewicht. Ja, want daar heb je toch wel last van, jongen. Nou, mijn rig bestaat gewoon uit composiet. Het is wel hout, maar wel composiet. Nice! Ik denk gewoon dat je dat composiet mag. Not that, that it matters, but... Natural fiber zelfs. Yeah. I have to work on that one. The others were very nice. Next step is a rig from wietplanten. En een beetje best safe. Galgenkap. Ja, daarom. Galgenkap. Er zijn er ook wel fietsen van, dus waarom geen rig? Ja, nee, precies. En een beetje echt een van de stevigste fibers in de rij. There we go. 10 minutes. Oh, not that bad. Ah, jongens, een 10:34. Valt nog mij. Kijk. Ja, maar jij speelde al vals bij de start, Klaas. Dus, Gaan we gewoon meteen nog een keer? Meteen, oh, yes, nee, ik Klaas ingehaald. Of Janiek ingehaald. Yes, go, guys. Je wist. Nee. Doe hier even op. Je wist dus wel. Oh nee, kut. Oh jee, yeah. Somebody coming. Wat probeer je te doen dan? Ik probeer nog de He did not miss. Wie zit er achter mij, Klaas? Okay, we gaan even een soort van J-turn flick proberen. Oh, dat ging bijna. En dat zei net als Richard Hammond een keer deed met zo'n klein busje. Ah, kut. Ja. Ik denk 60 graden spin, telt dat ook? Ja, vind ik wel. Dat is meer wat hij met de riem maakt, hè. Die J-flick gaat trouwens best wel. Oh, met die Rimac, ja, jezus. Ja. Een held. Oké, even brandstof bijvullen. Nog een keer? No. Ja. This thing is not driftable. Hong Kong. Heb je als geprobeerd... Nee, ding heeft geen binnenspiegel. Heb je als geprobeerd hoe een draaicirkel dat ding heeft? Het is zo'n dichte wand, dus je ziet niet zoveel. Ach, grote tip dan. No. Oh! Woehoe! Lekker, Tim. Oh, wacht even, we moeten even brandstof pakken. Zo, even pasje laten zien hoor. Ja, ja. Hey, mate. Tim, wat ben je aan het doen, jongen? Arme Raymond heeft niet door de motor op. Ik doe even de rekening. Op 22 liter gerichtsdruk. Ah, penalty? Wat is dit nou? Oh! Wel even in je spiegel kijken, hè? Neem je een aanloop? Nee, ja, aanlopen doen we niet. Oké. Ja, ik ging net niet vastspelen en toen gingen andere mensen het ineens wel doen. En die zijn gestraft. Jij zelf ook, je niet. Helemaal niet, ga je er gewoon keihard af. Ja, nou. Wat gaan we doen, mannen? Bum draften? Ja, even Direct Mark, je zit aan de rechterkant van je auto. Gaan we ofzo? Wacht er nog op iemand? Tim? Volgens mij niet. Is iedereen Mark en ik halen jullie wel in. Kom maar, kom eraan.
Wie is Dagger? Dagger die is al op weg. Ik weet niet wie Dagger is. Ik vind het gewoon random. Want de server staat ook open, dus... Moet ik terug naar de pit? Let's see if we can grab Dagger. Ik rij achter iemand. Dagger dan denk ik. Oh, are we going to wait for all the others? Dagger? Die interactie aan de binnenkant. Terugkruisen. Oeps. Ik zie de spijt in je ogen, Daan. Nee! Hé! Hey! Verdomme! Ja, drie wijden. We have a race on our hands. Wat is dit voor drift? Holy shit. Ja, ik probeer het even. Yeehaw! Bye bye. Bump draft in de midcorner is ook prima, toch, Daan? Bump draft je midcorner is ook prima, toch? Ja, ja, ja. Oh, what a big drift! Beautiful! Dat is een rejoin, wat is dat nou weer? Dat ding wiebelt ook zo mooi, ja, als hij over de curve gaat. Die Dagger die had een hele mooie drift. Echt prachtig. Ik denk dat hij nu haak staat. Wat een inhaalactie, wat een inhaalactie. Oh, kut. Ah, he disconnected. Ja, Shemond gaat gewoon letterlijk zonder te remmen die bocht in en knapt gewoon zelf tegen die vangrail aan. Dagger left the server. Oh, die was dat zat. Later. Hij spinde en toen was hij er klaar mee. Altijd 4, hups, kijk. Dat is even wachten op iedereen. Ja. Jason is de voorste nu volgens mij. Ja. Tim, wacht dan. Ja, joh. Ik weet niet of dat is op onderuit. Oh, hij pakt even een andere auto. Hij komt weer. Ja. Die Dagger die zit er, die komt uit. Ik help je. Komt uit foto. Oh. 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 Dat was het harde bub. Dat was het harde bub. De hitbox van deze auto is wel een beetje vaag. Yeah. Ik zie de hele tijd mensen in mee zitten. Oh my gosh, now we have to go heal up. Daar zijn in VR. Ja, het valt op zich wel mee, omdat het gewoon zo raar is dat het, zeg maar... Die crash van ons was kutter, want dat ziet er gewoon echt uit, zeg maar, als het ware. Dat zou echt kunnen gebeuren, maar als een auto in jou zit, dat is gewoon... Come on, Torky! Torky Dark. Vloekplaats. With 84. Bye bye. Hello. Hello. Woe. Hij heeft hier het gas inhouden. Oké, okay, nevermind. Een beetje baaien. Ah, yeah. We can still overtake, guys. It's a long lap. We can still overtake, guys. Can't we? Let's try. Ik ga hem hier rechts pakken, binnen door, oké? Okay? Stop. Met de vlam in de pijp. Dat was hij. Stuur ik door de Brennerpas. Yannick. Ja, ik heb bump eraf. Oh! Maar dat ga ik niet aan proberen. Hier, ik geef even een zetje. Oh, wat? De hitbox is gewoon zo raar dat je er eerst in vliegt en vervolgens registreert hij de hit terwijl je al een hele rare hoek hebt. Ja, dat is heel gek. Maar dat is altijd wel in AC, hoor. Nice! Dat is niet alleen deze auto. Dat one went nice. So there's still a couple of tens on the table. Nee, precies. De vestigingen zijn echt van, what the fuck moet ik hiermee? Dat hij die collision op een bepaalde tijdinterval checkt, want als je langzaam tegen elkaar aandoet, doet hij het wel. Dus volgens mij is het dat hij op een bepaalde delta kijkt of de collision hebt. Ik had hem helemaal netjes binnendoor gestoken, die bocht. Ja, ik zag het. Het doet precies hetzelfde. En toen ging je haak zo achter mij door de baan op. Oh, ik druk. Nee, kut. Oh shit. Who's that then? Daan jongen, wat doe je nou? Ja, kan je hem even de andere kant op tikken? Ah, dat is jammer. Ik lag al op achterstand. Mark, je dacht ik rem gewoon niet. Ik heb echt geen gevoel met die bak, joh. Ik gooi hem soms ook gewoon vol in onderstuur en dan zie ik wel wat hij doet. Ik ben een beetje bang met Tim achter. Super wist, jongen. Nee! Ja, hij klonk!
Je hoeft gewoon niet kapot te krijgen. Nice. Waarom rijden al die bouwvakkers zo? Kurwa. Ah, gaan we de volgende bocht remmen of? Ga jij maar niet remmen dan, aan de linkerkant gaan. Oh, too hard, too hard. I was in 6th, I should be in 5th. Good maneuver. Zit Raymond? Yannick? Nee. Oké. Ja, thanks, Klaas. Ah, Michiel, kom ook nog even meedoen. Een bumptrapje, Jason, komt ie. Plunk. Oh. Ik had het stuur heel goed vast, maar helaas. Oh my word, oh my word. Ik krijg een bumptrap, ik krijg een bumptrap. Oh my word. Je stond zo perfect recht voor me, ik denk, hoppatee. Hier komt ie. Oh, thanks. Nog een halve draai. Bijna. Delen we elkaar aan het aanranden met transitbusjes ofzo. Ikker. Oh, dat is hoe ik het kan omschrijven, ja. Naar de ribben. Oh, ik ga hier sowieso de replay van bewaren. Ik ga sowieso Klaas de stream bekijken, hoor. Klaas, duwen we even. Ik ben even aan het duwen. Oeh, dit wordt een drag race. Oh, dat is met Raymond, die hoort ons niet. Ik kan de bocht niet zien, Klaas, dus ik vertrouw op jou. Oh, hoezo kun je hem niet zien dan? Ik zit vlak achter je. Ja, loopt 8 seconden. Ja, nu wel, maar ik heb niet zo bum. Hey, weet! Hey! How are you doing? Hallo, hallo. Doen jullie dit in 4 of 5? 5. 5? Vijf en gewoon vasthouden, gewoon gassen. Niet schakelen, want dan valt hij helemaal dood. Ja, ik zat nog eens 4, maar naar 5 omhoog ging inderdaad nog wel. 5 is wel sneller. Ja. And we're already back in the lead. En jullie kan graag nog pakken zo of... Ja, jawel. Ik ben met de pakken. Aaron is al aan het drukken. Oh. Kom je niet even één rondje meedoen, Michiel? Honk, honk. Ja. Je weet dat je het wil. Je weet dat je het wil, inderdaad. Wij weten het ook. Ik ga eruit remmen, Raymond. Het is ook bijna gewoon een vrachtwagen. Ah, hij rijdt net zo snel als een Iveco. Iets minder paadjes. Oh, ik ben een dikke Scania 730 geweest. Ik kan niet terugschakelen naar de transit. Zit de Dance Life ook in dat spel? Ja, zeker. Ja. Zo ongeveer. Want dan koop ik hem direct. Je hebt wel een racebaan op de America Truck Simulator. Ja, ja, klopt, ja. Dat was ook altijd wel vet aan spellen als Test Drive Unlimited ofzo. Er staat ook gewoon racebaan in. Ja, daar kon je wel van toe. Alleen het zag er niet uit, dat is jammer. Ja, 2 wel. 2 was wel oké. Okay. Test Drive 2 wil ik eigenlijk wel altijd wel een keer spelen. Dat is wel echt... Ja, maar die moet je nou ook niet meer spelen, want dan ziet hij er echt niet meer uit. Ja, oké. In gedachten is het altijd heel mooi en dan... Oh nee. Ja. Ik weet nog wel van dit die trailer uitkwam, dat je echt dacht van wow, het is net echt. Ja, en als je nog een ziet, denk je van what the fuck is dit voor ja, mij? Ja, wat is voor een hele kutspel. Oh god, they are getting closer. Ja, dat is gewoon een beetje alternatieve lijn, Jason. Nog niet moeilijk over. Oké. Nou, het was wel mooi hoe schaap achter van Raymond erin gewoon strak achter jou. Ja, steek hem in de zomer. Ja, Wipperman links, Wipperman rechts. Oh, wat gaat dat mooi. Oeh! Aaron. Ja. Ben je al aan het trucken? Ja, man. Echt? Is een leven. Lekker, man. Oeh, geel de bandjes. Untersteuert. Ergens. In de trek. Waar zit jij nu? Iemand in de bank! Ik ben online. YouTube corner. Woehoe! Flat out. Goed zo, jongens. Oh, snap. Ah, oh, kut, sorry. Ging zo lekker. Nee! Nee! Nou, ik vind het niet connecten.
hij zet mijn ABS uit. Die ga ik wel even erin. Joost Bootby, die rijdt van even King in je direct voor een zoek. Ja, die heeft even snel. Exact. Wij zijn bezig. Oh, dat is Tim. Ja. Crap. Al op Silverstone in de regen. Hey Tim, moeten wij even een rondje doen? En wat? Nou, wij even een rondje doen? Dat ja. Lijn je niet. Gewoon even voor de fun. Welke ding dat je snel is? Goeie merk. Om te kijken wat voor tijd het is. Hey joh. Om het echt hier, hè? Hoppa. Sukkel. Is goed. Ga je meteen door? Slipstream. Waarom hebben ze niet die M5 V10? Pak de E6. Met de Renault motor, die mijn Renault Formule 1. Ja, die V10. Ja, ik wilde eigenlijk ook de Jaguar hierbij hebben, maar dat mocht weer niet. Hey, golf. Michiel, ik zit in Simulation 2. Oh, oké. Okay. Simulation 2? Dank. Tier 2. Tier 2. Dat ding gaat ook zo snel om, hè. Ik heb er nog geen op z'n... Ik heb er nog niet één echt op zijn dak zien liggen. Is dit een challenge? Ja, maar wel eigenlijk, hè. Kogelbal challenge! Wie rijdt er voor me? Jason, oké. Okay. Helpt dit als unsafe retail? Oh, ik vond hem kunnen. Als je het niet blijft safe, dan kijk ik door. Het bestuur zit er een beetje scheef naar. Aaron, het is een racing incident. Ja. Ik ben in Bologna. No. Nee, je niet maar. I cannot get it on his side. Bologna? Ik ben ook over bij F-Italië. En hij is still one. Ja, dat is de. Ik heb hem wel even, Jason, kom maar. Bologna is een pasta. Niet! Nee, ik heb hem over. Ik ben ergens. Sorry, naar Frankfurt. Oh, daar links zijn twee Ford Transit aan het paren in. Ik ben ook in Bologna. Ben je ook in Bologna? Ja, maat. Waar dan? Bij de ANWB. Oh. Ga ik even F7. Dang! Boys will be boys. Lees je erbij, jongen. Wow, maatje. Wil je dat brake checken? Serieus? Hallo? Ik ben bij de ANWB. ANWB. Wow, daar ben je! Waar ben je? Achter jou. Zie je? Ik ga een vrachtje halen. Naar Noorwegen. Oh, nice. Naar Noorwegen. Oh, op stap. Nee, toch niet. Hij is opzij. Ja. Ja, hij ligt op zijn boven. Oh, hij niet meer. Je wielen die gingen echt alle kanten op. Ja, die gingen echt heel raar. Hey Tim, wat gaan we even een rondje doen? Ja, is goed. Even kijken wat ik kan. Kijk dit dan. Hoppatee. Ik kan vierkante buizen naar Boedapest. Wacht even. Ik wil eigenlijk driehoekige buizen. Ik rijd de pits uit. Yes, ik pak even een nieuwe bus. Deze heeft een crashje. Ik kan geen externe lading op de dag doen. Ja, die kan gewoon nog op marktplaats hoor. Dat staat wel op. Netjes bereden. Heb je traction en zo nog allemaal uitstaan? Of heb je überhaupt... Zou gebruikersschade. Oh, extern. Oh, dat riep. Waar kon je heen? Ja, snel weer. Even kijken. Ik kan naar Budapest. Ik kan naar Jönköping in Zweden. Ja, ben je, waar ben je? Kruip naar mijn J. Oh, wie is de rode? Dat ben ik. Richard. Ik kan niet naar J. Ah. Per se druk hier, jongens. Ik krijg uit. Oh, nee. What the hell? Goedenavond allemaal. Oh, hallo. Bekende naam inderdaad. Of... Even kijken. Lopende start, Klaas? Gewoon stilstaan, toch? Oké, okay, ja, is goed. Staan we... Waar ben je, jong? Achter me? Daar brak je klaar, Andy. Kom even naar staan. Ik ga even kijken of die heb. Ik zijn opdrachten. Er staat nu een blauwe bus een beetje over het dwars. Heb ik. Ja, dat chemicaliën. Pak hem. Ik heb hem gepakt. Oké. Hey, wacht. Gaan jullie racen? Ja. 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 Oké. Okay. Even om het even. Jongens, hey, hartstikke bedankt. Ik ga er door. Oh, bedankt. Hoi. Bedankt. Ik heb trailerschade 21 terwijl ik ineens een trailer heb. Hoe kan dit? Ja, dat is fake. Skills. Ziek skills. Oké. Okay. Hoe gaat het? Nou, wil jij afklaar? Ja, zijn we zover? Mag ik ook nog meedoen?
hoor. Ja? Ga er maar naast. Ja, ja, kom eraan. Ik kom nu de pits uit. Jezus, er zijn gewoon mensen in Noorweer op de server. 4 uur. Wauw. Wat wil je hem neerzetten? Gaan we gewoon gelijk starten allemaal, of wat? Ja, als iedereen nou een beetje gewoon hier blijft staan, dan kan dat. Die rode en die witte, wat doen jullie bij die Bilsteinbrug? Kom je terug? Die zitten niet in de chat. Oh! Oh, tuurlijk, dat zijn E. Westerhof en Raymond. Ja. Ah, ze komen alweer achteruit. Ik kom er ook aan. Boink. Ik moest eventjes in op matje komen bij de Fury. Oh jee. Doen. Dat had je gezegd, Arwin. Ja, over dat we nu in een andere Discord zitten. Oh, dat bedoel ik. Had gezegd, ja, dat is gewoon lekker makkelijk. Laat ons even. Wie kan... Gewoon joinen. Ik kan hem wel even een uitnodiging sturen, hoor. Wie kan doen? We zijn geen community, dus boeien. Nee, maar dat zeg ik ook maar. Wie gaat even 3 keer toeteren, jongens? Doet. We volgen Raymond. Raymond, gaan. Type even. Raymond, go! There we go, guys. We have a race! Al die rookje, man, al die banden. Oh, very bad start. Ja, maar je hebt ook een very bad start. Oh, je hebt zo'n KTX 1060. Ja, ja, zeker. Ja, hij is dat zo'n goedkoop gigabyte merk heeft. Ja, echt? Prolapse. Prolapse. Die genereert geen rook. Nee, dat prolapse. Zo, de start was crap, but there we go, guys. Ik kon een zoekkant op. Ja, hij heeft een versnelling. Had je die nog niet gebruikt? Oh, Raymond gaat ook al overgroot. That's already invalid. Ik heb hem laten zien dat sneller is, want op die manier heb ik hem ingehaald. You and Toe, heb het. Doe gewoon no lift ship. Oh. Heb je zeker autoblip? Oh, Armin, nee. Wat doe je? Oh, meer tractie daar? Ik was klaar aan het titelen. Ja, die spiegels die zijn heel goed van dit ding. Klaas wilde een echt rondje doen, toch? Dat was de poging, ja. Kom mij aan. Wat kun je nou? Sukkel. Heel kut. Subtiel. Ik snap het nog steeds niet, daar Klaas, waarom jij zo harder gaat. Ja, we zijn nou online. Heb ik gewoon de verkeerde bus of zo? Ik snap het echt niet. Jij gaat gewoon echt zo harder. Ja, ik zit gewoon in de 5. Ik denk ook dat het wel scheelt dat Klaas gewoon net iets sneller al die bocht uitgaat. Die 2 km per uur die hij extra meeneemt, dat scheelt echt. Dat is gewoon 10%. Ja. Dat was een mooie lijn daar, Armin. Ja, zeker. Echt? Wow. Een mooi lijntje. Hij is nu al opgesnoven. Was mijn spreef. So who's behind me? Yannick! 130. 130? Ja, oh, dat ga ik nu ook wel. Ik had een goede exit dus. As long as I don't drop back, I'll go on a stick in 4, 6. Ja, niet je banden scrubben. Ho, pas op. Ja, precies. Ja, je moet ook warm houden. Die size moet omhoog. Jullie tractie gezonder gaan staan, hè? Nee. Nee, joh. Als je controle in deze auto. Zo. Downhill, slipstream, 6 gear. No. Come on, this must be a record. Kijk, geen trailerschade komt er nu. Hoe hard ga jij nu, Arwin? Nee. 159, 160, 160. Bij mij gaat hij hier maar 150. Dat kan niet kloppen. 158 had ik op de 59, 160 ook. Ah, oh, why did he hit me? Die camper komt dan ofzo, of hebben jullie dat ook? Nee, ik heb gewoon start. Ik ben... Ah, dan is het... Dan ik wacht bijna op mijn zij. Sorry Klaas. Ik heb hem op min 1.2. Mijn Nou weet ik waarom ik schade heb. Ligt op de kant. Ligt er eindelijk iemand op zijn kant? Ik ben jouw trailer. Ik kom eraan, ligt er op zijn kant. Wat is dit voor een moeilijk eind? Man, we wanted to race and it... Yeah. We just gotta stay serious. Nou, dit gaat niet worden, Henkie. But we can still try to overtake Tim. Die zijn echt al aan het drukken. Ja, natuurlijk. Wij zijn echt... Prioriteit, hè?
Hoe kan ik daar ook weer kansen? Raymond en ik gaan zich zijn naar het zicht. Op per. Volgens mij. Oh, jij Nico ook. Ja, ik zie ook. Hoe? Ja, ik control F7. Oh, die Raymond steekt gelijk helemaal. We can still do it. Nee, ik weet het niet. Doe even een duwtje, Klaas, kom op. Dank je. Kijk, dit opschakelen gaat een stuk beter. Ik denk dat ik moet cancelen. Ja, dat cancelen. Dat is een zeik. Onderweg. Pak je trailer al op de kant bij de laadpunt? Ja, nou, ik kreeg toen ik hem accepteerde, kreeg ik al steeds 24%, 50%, 75%. Ik kom graag als ik kan. Beetje aan je exit werken, Yannick. Ik heb de bocht ook nog één keer goed genomen. Ja, ik vind het echt een kutbocht. Ja, ik ga iedere keer daar die muur in. I can't see anything. Oh! Oh, scrap. Ah. I just did not see anything. Oh! Oh, Rebel deed daar een dikke 360. Kun je naar Zweden, Anthony? I wanted to make up on that breaking, but... Toch niet. ik zit je ook wel weer. Gaat goed, Arwin. Well, Tim is quite a long way away from us, I guess. Oh, I wanted to race him. Ik ga continu de muur in. FedEx wagen van Ruben ook, Mark ook al. Oh, ik ben FedEx wagen. Ja, jij hebt de FedEx. Is gewoon blauw, dacht ik. Nee hoor. Jouw is blauw met van die strepen, die Ford GT-strepen. Kijk. Wrong gear. Je hebt zo'n Dodge Viper, zo'n Dodge Viper livery. Nee, Ford GT. Oh ja, dat mag ook. Ik weet niet, ik associeer dat met een Dodge Viper omdat ik vroeger zo'n modelauto had. Ja. Oh no! Ah, fuck! Jij bent ook gestopt met leren. Hey, daar gaat mijn exit! Oh shit, ah! Dat is een hele... Ah. Ja, dan rollen we met 70 die heuvel op. Wat een bende ook. Aaron! Ja! Oh. Ben je het tweede? Weet ik veel, ik ga even kijken, jongen. Kijk even, jongen, maat. Vanaf Look at the damage! Ja. Lege tonnen. We're never gonna catch them. Een jong koppeling. Loze punten. Oké, ik heb hem gepakt. Mooi, ik pak hem ook maar. Alleen maar lopen putten. Allemaal. Onze huldige taak. Wat zeg je? Zie je huldige taak. Stoppen. Ja. Zeg wat je wil, maar echt stuk heb je wel gewoon tijd om je leven te overdenken in deze Ik word er niet heel erg wat je goed is als je je pakketjes hebt gedaan. Nou kan ik niet meer naar het kopje. Maar goed dat er geen afgrond is bij deze baan. Oké, wacht even Aaron, voordat je op externe opdracht klikt. Je kunt wel even op marktplaats serven. Ja, precies. Zullen we hem even annuleren, stoppen? Even LA Canyons. Ja, dat ook een keer. Ja, oh, LA Canyons, wel echt. Geniaal. Ja, dat even doen met die busjes straks. Nee, dat moet je niet goed doen. Zeg maar wanneer je op externe opdracht klikt. Ja, nu. Oké, cool. Ik kan naar Polen. Is even rustig, gast. Ik heb zo fucking veel opdrachten. Of Kopenhagen. Dat is wel van een Owak. Kut. Tim is quite a long way away. And we're already halfway through. So, Ja, naar Polen. Bielystok. Bij de B. Fucking 1 naar het oosten, ja. Nee, ik heb geen idee, heb ik niet. Dresden. Kijk, heb ik niet. Berlijn. Nee. Linz. Oh, ik heb Berlijn, heb ik. Oké, cool. Pak ik die. Kijk, waar is die? Misschien dat ik. Pak ik die ook, ja? Ja, dat mag van mij. Is dat goed? Ja, dat mag van mij. Nee. Zo, planner. Hij staat hier gewoon. Wow. How convenient. Enkel recht.
Zijn we nou allemaal zo geconcentreerd die transit over de Noordslijf als kanaal dat alleen maar naar hun zit te lul zit te luisteren? Okay. Ja, maar dit is zagen jullie niet even naar een ander kanaaltje, jongens? Hey. Wij zijn blanco werk. Ja, wij zijn ook aan het werk. Ja, wij zijn aan het recreëren. Nee, joh. Weet je niet wat er in mijn busje ligt? Ik ben gewoon keiharde euro's aan het verdienen. Ik ben jouw drugs aan het vervoeren, Aaron. Echt? Nou, waar naartoe? Ja, naar jou. Ligt straks in die YouTube corner. Ja, tegen de vangrail. Maar in het zand. In Brabant, hij maakt het zelf, toch? Ik ligt wel echt in een groot lijn. Wacht even, ik pak even de lijn. Stil. Huh? Oh. Ja, we zitten in een moeilijk stukje op de baan. Laat ons even. We gaan met z'n allen ook ditjes staan. Oh, wacht, het zijn allemaal mensen die hier niet in de chat zitten. Even wachten, ik pak even puntket. Waar zit jij helemaal, Armin, dan? Ja, heel ver achter. Met je moeder naar bed. Ja, die. 44 seconds behind him. Dus je kan hier nog niet tegen. Hoe oud ben je? Op 14,5 hoor. Zo voel ik me soms wel. Nog 100 dagen 20. Oké. Okay. Oh, dit is expand hier ik op voor. Eindelijk trucken. Oh. Het is gewoon. Je kunt al je zorgen loslaten. Gewoon lekker trainen. Jongen, flat, waarom ga je remmen? Ik denk niet dat jij hier oplicht. Jij kan je zorgen niet loslaten, Anthony. Jij bent straks weer geband. Daar zou ik me wel zorgen om maken. Een paar weken op te vreten. Het is wanneer stop je voor rood stoplicht. Ja, ik ga even serieus. Anthony heeft echt zijn leven gebeten, hoor. Die jongen, die heeft echt geleerd van zijn pen. Ja, zeker. Had hij een pen? We zien maar weer. Nee. Gewoon de weg geparkeerd. Oh, had een LV 200 viaduct neergezet. Ik had een 23,8. Bullshit. Het is niet als rood. Nee, maar hij is niet in tracker, in de tracker. Hij staat niet in de tracker. Hey, maar hij staat hier wel bij mijn beste. Oh shit, lekker dan. Kutzooi. Tim ook, 1,25. Hoe doe je dat dan? Lekker bezig, jongens. Hoe heb je dat gedaan? De grip hack. 5 Poolse meisjes achterin. Hoppakee. Dikke pols. What the hell? Hoe ging het 5 euro meegrijden? 1023 guys, we have a 1023-8. Ja, hier. Sorry voor je stream, Klaas. Dus daar je 10 boeren. Hij heeft toch wel ook een nieuwe twee rijden. Ja, dat denk ik wel. Echt lijkt. Die ding burn-out. Flagged voor racisme. Ja. Nou Tim, gauw doorrijden, wat zeg je? Ik probeer een burn-out te doen, maar het lukt doink. Oh, ik word duizelig. Jij bent nou echt een burn-out. Jij wordt duizelig. Yep. Ben je gewoon in de ronde getikt? Nee, ik deed echt een burn-out. Snik. Holy shit, je wielen komen als kloek. Maar ik zal je nog geen bezitje meegeven. Oh, ik word hier echt heel duizelig van nu. Oei. Oh, ik zit in de grond met één wiel. Ah! Ik moet zomaar eens gaan kwalificeren. Ik moet wel straks ook nog trekken. Ga je streamen? Oh, even proberen. Ja, ik kan het streamen. Te laat. Ik zal het wel streamen. Als je streamt, dan gaan we kijken. Moet je alleen of met Wesley? Alleen. Nee, Wesley rijdt niet eens mee. Ik doe het met Tim en Dennis wil ik niet aan. Ja, ik wil het ook nog even proberen straks. Ja. In principe kan het gewoon los van elkaar, maar... Hoef je niet? Zeg maar wanneer je streamt, dan kijk je. Ja, dezelfde auto, ja. Maar in principe als ik al weg ben en jij joint, zou je gewoon ook een auto moeten krijgen, denk ik. Maar... Ja, als jij en als eerste erin bent gegaan, volgens mij. Kom met hem! En anders dan join ik gewoon en dan ga jij rijden en dan kan ik er daarna ook weer uit, eventueel. Ja, maar ik blijf wel streamen. Wanneer wil je dat doen dan, Tim? Want ik wilde eigenlijk nu even rijden. Ik rijden. En dan ben je het niet gelijk. Ja. Yes! Almost! Een single player server dan. Hoe bedoel je? Nou, geen entry list bedoelt hij. Ja, dat je nee, maar dat je niet met je team moet joinen. Want als jij dan de eerste driver moet dan sowieso joinen, anders is heel de server voor de rest van de tijd. Ja, kom meteen. Doe maar. Dat is dus bij LTC niet. Ik weet niet precies hoe zij dat doen, maar bij hun maakt het dus niet uit als maar... als je maar niet kan iedereen tegelijk rijden. Nee, je kan niet tegelijkertijd rijden, nee. Dan joint iedereen net op tijd. Ja, als ik erin kom, zeg maar, en ik ben driver 1. En ik ga er...
Ik ga er weer uit, dan kan Tim er volgens mij gewoon nog in. En ja, dan kan het wel, maar als je dan Tim op als eerst gaat en jij wilt een join, dan doet hij niet meer. Ja, als jij wel, je wel. Nee. There we go, guys. Bij hun zeggen ze, het maakt niet uit welke volgorde this je joint, maar altijd consequent dezelfde volgorde is. Nee, dat maakt het echt wel uit. Want terwijl hoe zij dat zeggen, want... Ja, maar dat klopt niet. Maar dat hadden Tim en Klaas en ik zullen, ook... Zij willen iets anders instellen, denk ik, want ze zeggen... Nee, dat kan niet. Maar niks instellen. Dan doet je het nooit meer. Als driver 2 eerst joint voor 1 en de sessie die blijft lopen, dan kan jij driver 1 nooit meer joinen. Nee. Nou ja, prima. Ik ga afsluiten. Oké. Kom wat drukken, toch? Later. Hoi. Kennelijk niet. Nou, later. Oh, snel afscheid. Snel Michieltjes. Ik bedoel. Die andere gast die zit te praten, die Jan Paul Eikelenboom niet even mee drukken. Die. Mooie exit. Wie haakte er nou af dan? Laf. Daan. Kan jij nou mensen laf noemen, ja? Ja, zeker. Het is wel terecht als je weggaat voor muziek. Ja, precies. Ik ben een mens, man. Echt grap. En dan ik viel een keer daarna door. Ja. Kan ik tegen iedereen zeggen dat het niet is. Ja. Nee, maar die in de chat, die Jan-Paul Eikelenboom, waar jij een beetje te kletsen had. Ik, hè? Ja, joh. Oh, ja? Ja. Vrienden gemaakt, jongen. Nou, tenminste, dat is al een paar uur geleden. Hij heeft net gereden. Oh, die light. Dat stuur hij. Ja. Ja, hoort je mij. Doet die niet mee dan? Ik heb geen idee. En Frans, heeft u zich nog een die een paar trippeltjes achter de. Zal ik let's stay in fifth. Ik moet eigenlijk even die kant op wijzen. Frans ook, jongen. Hij maakt heel die dirt server. Maar. Ja. Twee keer gereden. Ja. Dat is wel echt lachen. Welke versnelling heb jij, Tim? Ik heb hem nu net weer in de 6 gezet. Boah, nog weer gezegd, mooi. Yep, lukt dat niet. Ik zit nog steeds in de 5. Nou ga ik naar de 6. Ah shit, dat was dus toch beter. Ja, ik schakel best wel vroeg, al iets bij 4000 toeren of zo. Look at them gaan! Kijk hem gewoon, jongen! Ja. Hey, jij houdt links, hè? Ja, op het. Zover de auto dat toestaat. Het is een goede leven. Leven, jongen. Nou zit ik ook in een 6. Eigenlijk wel een tappende gehaktbal werd gezet. Ga je niet harder? Boah, dat werkt goed. Hè? Ga je ernaast of niet? Nee. Dat gaat niet worden hierbovenop. Hoe vers uit de jus. Die 3 uur onder de warmtelamp ligt. Nee, gewoon echt lekker vers uit de pot. Uit de jus. Uit de jus. 1,50. Oké, boys, ik ga nu even hier uit. En dan ga ik zo de stream starten. Ik zal even links sturen. Ja, dat is goed. Stuur de link even door. Yo. Later. Moeten we niet zeuren. Zeg je, Yannick. Thanks. Wat zei Arwin? Niet een Russisch hardbase linkje op zoeken. Dat kan ook. Ik luister die ene polka gewoon op repeat. Dat is beter dan ik zeg van Yannick. Dindado. Daar heb je ook een mooie remix van. Jij kent zelfs de tekst al, dat is shit. Dan gaan we misschien. Ik kan niet helemaal goed de afstand in schaten hoor. Ik hoop dat je er dan maar niet na zit. Nee, gaat goed hoor. Zelfs hier regen. Een SRI-server of zo. Not sure where he is. Oh, heb ik toch een hoop gezeik over me heen gehad. Ja, het zou droog zijn op Silverstone. Ja. De dag van tevoren keek was 80% kans op regen. Had ik jou ook al uitgescholden? Nee. Kut daar al nu om. Ja. Ja. Ik had je altijd voordat de race begon. We hebben de inside information, we weten dat hij nou de dag van tevoren kijkt.
Ja, dat staat ook duidelijk op de information heb ik gegeten. Ja, dan pakken we deze in. Ja, niet mijn probleem. Er staat ook bij dat die scheel is. Ah, oh, bad exit. Ja. Ah. En het staat 80. Nee, maar het staat 8. 0. Ja. 08. Hm? Nee, ik doe nu gewoon 35 graden bij Barcelona. Hier, man. Janker dan. Ja, lachen. Ga daar lekker op huilen. Nou ja, we zouden real life verder doen. Het is nog 35 graden. Het echt is net 12. Dat is goed. There we go. Who has the best exit? Ja. Ik zei toch niet welke tijd we leven, of wel dan? Misschien heb ik al de zomer van 69 gekeken. Hou je bek, jong kutpol. Ja, of niet, wat? Oh, la 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 la. Nee, maar ja, ik snap het wel, de mensen boos worden. Ja, kom op, Tim. Ja, ja, even slipstreamen. Ik begrijp het alleen niet. Het is dat ik admin ben geweest, daar heb ik respect van. Nou niet. Nou niet meer. Tijd is voorbij. Nou, gedragen, gewoon als driver. Point 9. Ik alleen maar zeiken en janken. Gewoon geen switch zoals Arwin. Gewoon heel te vragen om de wachtwoord van de server. Wat is het server password? Ja, wat is het server? Blijf jij in de 5 of ga je naar de 4? Ik zit in de 5 nog. Ja, ik ook. De 8. Ik zit in de 13. 106. 105. 101. Blijkbaar niet. En we gaan weer omhoog. 102. 103. Point 8. Mijn beste huf. Het staat bijna stil, joh. Gekkenhuis. Ja, ik heb goede gang, hoor. Nou, met mijn 87 pk. 87? Ja, of zoiets. Ik heb 49. Wat? Ja. Dat is een uitbreiding, hè? Wat? Wat, wat, wat? Superchargers. Nee, ik ken je. Point 6. He's closing. Moeilijk aan mezelf. Oh! Ik gooi de heel hard in. Ah! Foutje. Ah! Shit. En toch? Ja, we moeten daar de stream kijken van Harry Anders. Ja, ik ga kijken, ik heb hem eruit schelden. Ja. Homo. Hij leest het, hè, dus dat is kut. Bro, change crashes, you small scammer. Dat was de vorige keer ook tijdens die eSports design, die post came in. Een paar keer zat hij te lezen in dat we are in the right gear. I'm gonna push him. Ach, man. Oké, DJ Dobber. Let's see who does this the best. A neophyte. I think this is Tim's area. We moeten daar even stoppen, maar even bier pakken. Ik ben heel graag. Tim en Klaas, zijn jullie nou met z'n tweeën nog aan het rijden? Ja! Hup. Gaat er wel hard aan toe op de stream. Hoor ons niet op de stream, klaar. Hè? Ja, is die mute ons. Nee, je staat er volop. Oh, dat is ook een beetje normaal. Blijf. Ik kan me hier daarna gooien, blijf. Let's go, Klaas! Let's go, Klaas! Heel goed, mensen. Wat moet een vuur, Jan? Wat moet een vuur? Dat is een dommere Delboekie. Point 5. Point 5. Een parachute toch in Fries? Ja. Donderdel. Ja, donderdel. Of een grapdel. Dat is een flitser. Jerreberg. Jerreberg. Dat is een ooievaar. Wat? Jerreberg, dat is een ooievaar. Ja, maar ons is het gewoon een ooievaar. Ja, werken. Ja.
Een schotsled. Een schottersled. Ah! Water! Oh, de laatste bocht klaar. Ah! Ja, maar ik heb de binnenkant. Ja, maar wie uit. Als ik weet alleen niet of ik hem hou. Oh! Nou, dat moet je kunnen houden. Oeh, eindsprint. Woehoe! Wat is het? Yo, truckers. Yo. Oh, this is close. Ja, dat ik heb hier bier pakken. Ah. Oh, dat was zo de finish. Zijn wij Area Sofisio? We moeten nog 700 kilometer ergens naartoe. Ik ergens. Sledland. Ja, mooie ronde. Goeie laatste bocht ook, jongens. Ja. Ah, die ziet er leuk uit in de stream, denk ik. Ja, die ziet er zeker goed uit. Oh, guys, I think we're gonna call this one. Ik ga slingen dan ook in. Whew, I'm sweating. So then I guess we've worked enough. Nog een jaar slingen? Nee, nog niet. Wij wel. It's time for a beer ski. Hij zit al lang. Wat heb ik aangeslingerd? Je moeder. Ja, die is zeker aangeslingerd. Papa. Ik hoop dat ik hier een fles oude ijsthee heb staan. Dagger! Lekker pissen. Ja. Ah, dat was mooi. Zo. Gewoon een katheter, jongen. Die pluk gaat in. Ja, je hebt. Nou, wat zeggen we?